Eentje voor jullie allemaal. Het is maandag 22 februari 2016. En dit is de mail die ik heb gekregen. Ik ga even kijken of ik hem groot in beeld kan krijgen. Ja. Dit is het antwoord. Onze vraag, dit is mijn tekst. Ja. En het gaat dus hierom. Even kijken waar hij staat. Ja. Dit was de mail die ik verstuurd had. Ja. Geachte mevrouw. Bronvermelding pagina 437. Waar refereert deze aan? Ja. En dan pak ik eventjes de spullen erbij. Want ik heb natuurlijk hier een dossier. Ja. Ik ben geen lullo. Jullie mogen gewoon in de keuken meekijken hoor. Het maakt helemaal niet uit. Even denken waar die zit. Nee, dit wil ik niet. Wacht even zo. Even wachten mensen. Ja, bedoel, Marianne Vaasrij is alweer een paar jaartjes dood. Hè, dus we kunnen wel even wachten, toch? Kijk, nou hebben we dus hier al die bronvermeldingen. Dit is 107. Dit is 448. Dat is nog eentje meer. 655. Afbeelding 151. Even kijken, dan hebben we hier nog 719. 1032. Ja, oké, okay, deze hebben we ook nog. 1066. Ja. Dus dit hebben we dus ook. Hè? En nu geloven jullie mij misschien niet. Dan ga ik het even opzoeken voor jullie. Dat het echt waar is. Kijk hoor, dat doe ik niet goed. Oh. Ja. En wat zochten we nou? We zochten dit. Nou, dat doen we gewoon zo. Kijk of dat kan. Zop, zop, zop. Kijk eens. Ik lig niet. Hoppa. Nou, kom op man. Staat hier. Pagina 39. En pagina 166. Die ga ik hem nou weten. Dan zeg ik verstuur opnieuw. Even denken hoor. Deze kopieer ik. Wop. Incoming. Wop. Ik herhaal gewoon de opening. Dat doet zij ook, hè? Melanie. Hè? Dag. Dank u wel voor uw reactie. En wat wordt hem dan? Ja. Mag ik aannemen dat de bronvermelding zo... Oh nee, shit. Ga niet aan. Mag ik aannemen dat de bronvermelding... ook verwijst naar het procesverbaal van verhoor. Nee, even denken hoor, is het nou een beetje nog...
Dan doe ik dan deze. Onze vraag. Ja. Dit kan allemaal weg. Pater Zwolde, daar ben ik nog wel eens geweest. Nee, dat wil ik niet. Dat de bron ver... Kijk, dit is mijn dyslexie. Hè? Vermel... Ding. Mag ik aannemen dat de bronvermelding ook verwijst naar het professor Wallinger? Dank u wel voor uw reactie. Dag. Ja. Nou. Kijk, en we hebben het dus over het, kijk hoor, dat ik dit een beetje groot kan krijgen. Nou, het is niet echt fijn. Nou weer gedaan. Hoppa, dit wil ik kijken. Kom maar. Kijk. Het proces verbaal van verhoor. Dit zal het pagina 1066 zijn. Daarin kan toch niet gestaan hebben dat het massale bloedverlies is ontstaan doordat het hart als zelfstandig orgaan nog enkele slagen maakt, waardoor na 1 minuut bijna 3 liter bloed uit het lichaam stroomt. Of ben ik nou gek? Dit heeft Jasper Steringa verklaard. Het proces verbaal van verhoor. En toen was hij op pagina 1066. Ja, ben ik nou zo dom of zijn jullie zo gek? Hè? Dit is 2013, mensen. Dit hadden jullie zelf allemaal kunnen opzoeken op het internet. Hey. Maak geen gebruik van sukkels als ik. Maar we kijken wat er gaat gebeuren. Misschien loopt het wel fout af. Je weet het nooit.